Het gedenk aangaande God en zijn liefde. Dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heer en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging de stad uit en zette zich tegen het oosten van der stad. En hij maakte aldaar een verdek en zat onder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad worden zou. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm de andere dag in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom en hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij almachtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zei de God aan Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken, ter dood toe. En de Heer zei tot hem: Gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. Zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun linker en rechterhand, daartoe veel vee? Het is wellicht een der moeilijkste dingen van het christenleven God te aanvaarden zoals hij is. Natuurlijk betekent dat God te aanvaarden zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Want wie van God geen kennis neemt uit Gods woord, die weet niets van God. Nu heeft God zich in zijn woord geopenbaard in een veelheid van heerlijke deugden. Hij is naar onze belijdenis de eeuwige, de onbegrijpelijke, de onzienlijke, de onveranderlijke, de oneindige, de almachtige, de volkomen wijze, de rechtvaardige, de goede en de zeer overvloedige fontein van alle goeden. En het spreekt bijna vanzelf dat al deze deugden van in Gods eeuwig wezen in zuivere harmonie met elkaar bestaan. God is niet het een ten koste van, of met uitsluiting van, of voor een ogenblik met terzijdestelling van het ander. Nee, God is alles wat hij is, altoos en eeuwig volmaakt en volkomen. In zijn drie-enig wezen is geen enkele wanklank ooit aanwezig. Intussen wil dat niet zeggen dat Gods kinderen, die alzo naar de woorden Gods in geloof aanvaarden, daar nu ook in de praktijk van hun dienstleven aan God altijd mee akkoord gaan, zoals ze behoren. Integendeel, hun zonde tegen God en daarmee in verband hun verlegen zijn met God komt in veel gevallen juist daaruit voort dat ze de harmonie in God niet met sterk geloof aanvaarden. Ze geloven het wel, maar ze geloven het niet zo dat het in hun leven zich openbaart als actieve kracht.
Ze aanvaarden het wel, maar ze aanvaarden het niet in volle geloofsactiviteit. En zo raakt hun oog beneveld. Zo grijpt hun hand mis. Zo wankelt hun voet. En zo komen er ogenblikken in hun leven dat ze denken of zeggen: God, wat heb ik aan God? En zo komt God bij zijn kinderen in het gedeen. En dan wordt het donker in het leven van Gods kinderen. Het zijn ook deze dingen waarover het gaat in de laatste hoofdstuk van het historisch-profetisch boek van Jona, de zoon van Amittai. U neemt de dingen al te simpel als u denkt dat het hier allereerst over Jona gaat. Nee, het gaat hier niet over Jona. Het gaat hier over God. Jona tast God hier aan. In het heerlijkste stuk van zijn leven. Jona zegt: ach Heere, gij maakt er wat van. Dat wist ik wel. God zegt: Jona, hoe kom je erbij? Jona wil dat het zo gaat als hij zich heeft voorgesteld. En het gaat anders. Wat heeft hij dan aan God? God toont hem dat het zo en niet anders van zijn profeet bij God kan zijn. Zo en toch anders. En zo'n God moet Jona hebben. Anders heeft hij, arme zondaar, niets aan God. En derhalve is God hier in het gedenk. In het gedenk speciaal aangaande het stuk van zijn oneindige barmhartigheid en liefde. Zo ziet ge wel dat u hier een boodschap van Gods wegen geboden wordt. Het gedenk van God met Jona aangaande Gods liefde. En daar staat hier Jona's bittere aanranding van Gods liefde 1 en Gods hartstochtelijke verdediging van Gods liefde 2. Het is voor wie de schrift aanvaardt als het woord Gods vanzelfsprekend dat de geschiedenis in het boek Jona verhaald wordt, zuivere historie moet als zuivere historie moet worden geloofd. Er staan ongelooflijke dingen. En met name Jona's verblijf in het lichaam van de vis behoort daartoe. Maar u maakt niet werkelijk ernst met uw belijdenis van de ingeving der schrift door de Heilige Geest als u dit op het eerste gezicht ongelooflijke, niet zonder enige twijfel gelooft. De schrift dient heel Jona's wedervaren als werkelijk zo geschied bij u aan. En bent u nu zuiver schriftgelovig, dan zegt u ook van dit deel der schrift graag uw belijdenis na. Wij ontvangen het voor heilig en kanoniek om ons geloof daarna te reguleren en daarop te gronden en mede te bevestigen. Nu verloopt Jona's wedervaren op deze wijze. God roept Jona om zijn gerichtsprediking te laten horen in Nineveh. Welks boosheid is opgeklommen voor Gods aangezicht. Aanvankelijk onttrekt Jona zich aan die roeping door op een schip naar Tarsus te vluchten. God verijdelt echter die vlucht met een storm op de Middellandse Zee. Als de zeelieden ten einde raad Jona op zijn eigen advies in de kokende golven geworpen hebben, laat God een grote vis Jona opslokken. En in dat heiligdom brengt God Jona aanvankelijk tot verootmoediging. Uitgespuugd op het droge weigert Jona niet langer, doch reist naar Nineveh en zegt de grote stad in scherpe oordeelsprediking ondergang en omkering aan na 40 dagen. Nineveh bekeert zich op Jona's prediking
En God berouwt het over het kwaad dat hij gesproken heeft Nineveh te zullen doen. En hij doet het niet. En nu is het ons teksthoofdstuk dat laat zien in de eerste aanloop hoe Jona op dit berouw Gods reageert. Nineveh bekeert zich op Jona's prediking en God berouwt het over het kwaad dat hij gesproken heeft. Nineveh te zullen doen en hij doet het niet. En nu is het ons teksthoofdstuk dat laat zien in de eerste aanloop hoe Jona op dit berouw Gods reageert. Nu is het ongetwijfeld een zeer eigenaardige, uitermate zondige gemoedsstemming waarin Jona in dit laatste hoofdstuk het naar hem genoemde boek aantreft. Zeer waarschijnlijk is Jona toen hij met zijn oordeelsprediking klaar was aan de oostkant van Nineveh uitgegaan. Intussen niet om naar Kanaan terug te keren, nu zijn taak in Nineveh is afgelopen, maar om buiten de stad in een primitieve hut die hij daar gebouwd heeft, Nineveh's lot af te wachten. De schrift laat duidelijk doorschemeren dat Jona in spanning met heimelijk verlangen de ondergang van Nineveh verbeide. Immers zegt de schrift, toen de 40 dagen verstreken waren en maar steeds een heldere en zondoorstralende hemel zich boven Nineveh's trotse paleizen welven bleef, toen het derhalve Jona duidelijk begon te worden dat Nineveh's verderf niet komen zou, toen begon het in Jona's ziel geweldig te stormen. Dat stond hij niet uit. Dat verdroot Jona met een groot verdriet en zijn toorn ontstak. Ach ja, als donkere en bliksemende vuurgeladen onweerswolken zich boven Nineveh hadden samengepakt, als de ene schicht naar de andere op Nineveh's paleizen was neergeschoten, zettend de hele stad in laaiende vlammengloed, als de aarde was gaan beven in Nineveh's burchten, in gruizelementen waren gestort, en als de wanhoopskreten der geteisterde Ninevieten zich vermengd hadden met het rollend rommelen van Gods donder, dan had Jona zich geweldig verheugd en had gezegd, Heere, wat gaat het prachtig, maar dit, dat niet gebeurt, en dat alle dagen waar Gods vriendelijke zon boven Nineveh schijnen blijft, en dat elke avond een tintelende sterrenhemel Nineveh zegenen begroet, dat is te veel voor de onbarmhartige Godsman. Dat houdt hij niet uit. En dat mokt hij dan in zijn gebed tegen de Heere uit. Met een wrevelig woord. Ach Heere, heb ik het niet gedacht toen ik nog in mijn land was? Daarom ben ik in het eerst naar Tarsus gevlucht. Want ik wist wel dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwaad. Zo neem dan nu, Heere, mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En zo is het dan geen wonder, dat in de aanvang niets Jona tot bedaren kan brengen, want hij roept Gods vriendelijk bestraffende vraag, is uw toorn willig ontstoken? Jona tot rustige bezinning. Maar het stormt veel te erg in Jona's wrevelige ziel om tot rust te komen. En wel gelukt het God Jona even tot bedaring te brengen met de in één nacht opgroeiende wonderboom. Maar als die wonderboom de volgende dag door wormsteek gebeten weer verdord tegen de grond ligt, en als dan een
onuitstaanbare hete oostenwind Jona bijna aanmächtig maakt, laat die storm van wrevel opnieuw in zijn ziel op. Zijn bijna kinderachtige blijdschap over de wonderboom verkeert in een mokkende ontevredenheid. En hij schroomt niet op Gods herhaalde vraag of zijn toorn billig ontstoken is, de Heere vlak in het gezicht te zeggen: ja, zeker Heere, billig is mijn toorn ontstoken, ten dode toe. Wat heb ik aan zo'n God? Was ik maar dood. Die zondige stemming vervult Jona geheel. En zo ziet u dan in dit gebeuren Jona op het bitterst aanranden. God in zijn barmhartigheidsbetoon aan een berouwvol Nineveh. Vergis u nu echter niet in deze onbarmhartige godsman die u hier in zulke zondige gemoedstemming aantreft. Men heeft wel eens gezegd dat bij Jona gekrenkte eigenliefde in het spel was. Jona zou zich gekrenkt gevoeld hebben dat zijn profetie niet in vervulling was gegaan. Jona zou zich tegenover de Ninevieten met zijn figuur verlegen hebben gevoeld. Nu is dat ongetwijfeld niet juist. Al spreekt het vanzelf dat Jona's persoon ook voor zijn eigen gevoel bij dit gebeuren op het nauwst betrokken was. En zo hier al een zekere eigenliefde in het spel geweest is, dan werd toch die overvleugeld door Jona's ijveren voor God. Want Jona is profeet Gods en als zodanig ijvert hij voor de Gods ere. Hij toornt in Gods naam tegen de zonde. Hij predigt Gods oordeel over de Ninevitische boosheid. En nu vindt hij dat dat oordeel dan ook onherroepelijk komen moet. Tegelijk is Jona Jood. En als zodanig leeft hij uit de scherpe tegenstelling die de Joden van zijn dagen voelen met de heidenen. De Joden zijn Gods volk en de heidenen zijn honden. Herinner u maar het woord wat Jezus uit de volksmond overneemt tegen de Cananeese vrouw. Nineveh is een heidense stad en als zij nu misschien de zonde van Gods volk vergeeflijk, dat is Jona's gedachtegang, de zonden der heidenen zijn dat in geen geval. Over genade aan een heidense stad bewezen vermag deze Jood, die profeet God is, zich niet te verblijden. Gods toorn kan hij zich indenken. O zeker, maar Gods barmhartigheid niet. En daarom weg van de aardbodem met het heidense Nineveh. Dat is de ene onbarmhartige gedachte die de ziel van de Joodse godsman vervult. En zo is dan bij Jona verklaarbaar, hoewel niet te verontschuldigen, de bittere aanranding van God en zijn liefde. Nee, niet te verontschuldigen. Wat denkt u even in? Hoe uitermate ernstig het gedenk hier komt te staan, als u de schrift ook maar oppervlakkig kent, dan weet u het wel. Het is Gods grootste roem bij de zondige mensenkinderen die voor zijn woord beven, bekend te zijn als een genadig en barmhartig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbende over het kwaad. David zingt van deze roem des Heeren in zijn psalmen. De profeten Jesaja, Jeremia en Ezekiel maken er steeds weer met innige zielsverrukking gewag van. Johannes juicht in zijn evangelie die blijde boodschap luidde uit in de kerstlofzang. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
en de waarachtige, de waarachtigheid van hetgeen Gods grootste roem is, wordt op dit ogenblik schitterend aan Nineveh bewezen. En duizenden bij duizenden, heidenen nog wel, danken daarvoor God en prijzen daarvoor zijn heilige naam. Maar zie, op datzelfde ogenblik staat daar even buiten Nineveh een profeet Gods nog wel, God daar een verwijt van te maken dat hij zo is. Zeg zelf of dat niet verbijsterend is en zondig bovenmate. En bitter, bitter als gal. Of wilt ge het anders? Hier is een profeet Gods nog wel, bezig God van de ruime pleinen zijn er barmhartige schepperliefde. Dat is in de grondvaderliefde, wijl genegeerde liefde genereerders liefde weg te drijven in de nauwe stegen en sloppen van een klein zielig despotisme. En hier zegt een profeet Gods nog wel, dat God over een deel van zijn geschapen kinderen geen vader meer mag zijn, maar hij moet ook al schreien die kinderen hun zonde en hun schuld uit, over hen hardvochtig despoot zijn. En zo is hier dan ten diepste een bezig. Een profeet Gods nog wel. God min of meer hardhandig terecht te zetten. Hij zegt eigenlijk, God moest meer en beter en doorluchtiger om zijn ere denken. Zo'n God, dat staat hier tussen de regels door. Wat heb je eraan? Je kunt beter dood zijn. Als het zo moet, dan leven en werken. Dan leven en werken en toch niets bereiken. En zeg nu nogmaals of dat niet verbijsterend is en zondig, bovenmate, een bitter. En bitter als gal, zo'n aanranding van God en zijn liefde. En dat hij, een profeet Gods, die het heiligdom van Gods verootmoediging in het ingewand van de vis biddend heeft doorkropen. Nu moet u in dit verband eens even denken aan de oudste zoon uit de gelijkenis die Christus uitspreekt. Daar heb ge Jona herleefd. Daar heb ge ook dat niet kunnen tegen een feest over de terugkomst van een verloren gewaand broeder. Dat willen drijven van vader in de nauwe slop van despotisme. Dat klein menselijke zichzelf verliezen in toorn. Dat verwijt van wat iemands heerlijkste levensstuk is, dat farisees zich verheffen boven de tollenaar en de zondaar, de hond. En verliest ook Asaf gelijk die een beschrijving van eigen levensstemming geeft en de 73 psalm niet uit het oog. O, wat mokt hij over de goddelozen voorspoed? Wat speelt hij een onheilig spel met Gods daden? Wat is hij een ontevreden godskind, bitter gestemd? Hij moet eerst Gods heiligdommen in om te erkennen, zoals God dat doet. Zo is het goed. Het onvernuftig beest in hem moet eerst dood. En denk bij wijze van tegenstelling met Jona en met Asaf, met die oudste zoon nu eens aan Abraham, toen het ging over de ondergang van het goddeloze Sodom. Abraham liet in zijn smeking van God niet af.
Abraham wist uit zijn vriendschap met God van Gods eindeloze goedertierenheid. Abraham wandelde met God op de ruime pleinen van Gods barmhartige scheppersliefde. En Abraham pleitte daarom tot het uiterste, eerst als het er eens 50 zijn in die grote stad, heren. En eindelijk, ach heren, als het er nu maar eens 10 zijn. Broeders en zusters, u handelt met deze bittere aanranding van God en zijn liefde geheel verkeerd als ge u nu met een zekere afkeer van Jona afwindt. Als van een die het in zijn dienst van God dan toch wel heel erg bond gemaakt heeft. Allicht hebt u die neiging. Neiging om te zeggen, als u deze hele geschiedenis bekijkt, niets geleerd en niets vergeten. Intussen hebt ge daar niet het minste recht toe. Nee, Gods woord verbloemt de zonde van Gods kinderen niet. Ook niet hun hardnekkigheid in bepaalde zonden. Maar wees gij voorzichtig, verhoogvaardigt gij u niet. Geen hoogmoed. Als eenmaal Gods boeken opengaan, waarin van uw zonde en van uw hardnekkigheid in uw zonde geschreven staat, dan zult ge zien dat ook aangaande uw leven totaal niets verbloemd werd. En wie echt kind des Heren is, die ziet op Jona niet, die ziet op niemand dan op zichzelf. En dan wordt het hem alle dag hoe langer, hoe groter wonder dat God hem uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En hij maakt een diepe ootmoedigheid Paulus' belijdenis tot de zijne. Mij, de grootste aller zondaren, is barmhartigheid geschied. Er ligt geweldige diepe waarheid in het woord dat iemand bij deze geschiedenis van Jona gezegd heeft. Wanneer God niet zo geduldig waren en langmoedig als Jona hem morrend verwijt, zouden wij allen gerust ons paspoort naar de hemel kunnen verscheuren. Al wilt ge het met het woord van een ander kind Gods. Het is een groot wonder dat een dode zondaar door wedergeboorte levend gemaakt wordt. Maar het is bijkans nog groter wonder dat een wedergeboren zondaar ten hemel ingaat. Als u Jona wat begrijpen wilt, ziet dan uw eigen leven er eens op na. En zeg maar of dat elke dag niet weer vol is met het weerstreven van Gods heilige geboden. Ja, komt ook in uw leven, zij het uit een andere oorzaak, die min of meer bittere aanranding van God niet telkens voor. In plaats van u te laten leren door het woord des Heren, wie God is en hoe groot God pleegt te handelen, zoudt u heel vaak liever een God formeren naar het goeddunken van eigen hart. Dan bent u meer dan eens bezig heimelijk God de weg voor te schrijven. Ge trekt conclusies uit Gods woord die uw eigen kortzichtigheid erin vindt. Maar God zou ze zelf niet graag voor zijn rekening nemen. Gedraagt gedurig weer in uw leven de zondige neiging om een kind om God te drijven op wegen die met de deugden van zijn goddelijk wezen ten eenenmale vloeken. Zondig fariseïsme is ook heden ten dagen bij duizenden kinderen Gods. Hetgeen God doet
is lang niet altijd wel gedaan. En gedraagt God zich jegens u niet, zoals gij het uit Gods woord u voorstelt, zichzelf, of het dan ook vaak in uw ziel niet onstuimig begint te stormen, of ge dan niet een Johannes de Doper wordt, die zich aan Christus ergert, of ge u dan niet stoot aan sieren doen. En gaat het erg, of dan niet bittere wrevel jegens God uw hart vervult, en of ge dat dan ook dikwijls niet tegen de Heere uitmoot, in uw kwalijk gebeden gebed, en of ge dan op Gods vraag, mijn kind, is uw toorn billijk ontstoken, niet de neiging hebt om te zeggen, ja, zeker, Heere, billijk is mijn toorn ontstoken, ter dood toe. En of dan de grondtoon van uw leven niet wordt, zo'n God, wat heb ik eraan? Maar besef dan dat gij kent des Heeren, de ernst van die momenten in uw leven, de zondige ernst, want dan komt God bij u in het geding en zet u op de troon van om God te richten, en heel uw handeling is tenslotte niet anders dan zondige, bittere aanranding van God en van de deugden van zijn heilig wezen. O nee, niet dat somtijds niet verklaarbaar is, als uw weg door donkere diepte gaat, waar geen uitzicht is, als ge nergens meer uitkomt, ziet, als ge met de leidingen Gods in uw leven aanraakt, om alles wat om u heen vloekt met hetgeen gij van God meende te mogen verwachten. Als Gods zon maar blijft schijnen waar ge naar Gods woord donkerheid zou willen zien. Ach, wat staat ge dan soms dicht bij Jona en Asaf en bij het oudste kind uit Christus gelijkenis. Maar wilt ge niet vergeten, hetgeen verklaarbaar is, is daarom in die gevallen niet te verontschuldigen. Begrijpen is hier niet vergeven. Ge zijt eenvoudig op een weg die van God de Heer afvoert, en die weg moet u verlaten. U randt met uw wrevelige woorden allerhoogste aan, en God duldt dat niet. Ge bedroeft Gods heilige geest, ge staat de vreugde en de bloei van uw geestelijk leven zelf in de weg. Ge berooft uzelf van de troost en het liefdelijk licht van Gods aanschijn, en ge moogt God danken dat het bittere verwijt dat Jona de Heere doet bij God zuivere waarheid is. Anders waren er voor u in de eeuwigheid geen vrede, geen vreugde en geen behoudenis. Inderdaad, God is een genadig en barmhartig God. God is langmoedig en groot van goedertierenheid. God is bij uw berouwhebbend over het kwaad. Prijs gij uw God liever, dat hij zich zo in zijn enige geboren zoon aan u heeft geopenbaard, dan dat ge hem aanranden zoudt in de deugden van zijn heilig wezen. Keer terug van de zondige weg, als uw voet daarop in wrevel en bitterheid en verslagenheid wandelt. Schuil bij God met de ootmoedige erkentenis. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En zeg, uit die ootmoedige zielsgestalte tot verheerlijking van God en tot ver,
leiding van uw geloofsleven. Ik zal nauwkeurig op u werken en datzelfde uitkomst merken en in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. 2. Intussen is hiermee van ons teksthoofdstuk lang niet alles gezegd. U kunt tot op zekere hoogte zeggen dat het voornaamste ons nog rest. Want na Jona's bittere aanranding van God en zijn liefde, stelt onze tekst in de tweede plaats aan de orde Gods hartstochtelijke verdediging van God en zijn liefde. En die is hier het lieflijke zonnelicht, dat des te warmer en des te glanzender straalt naarmate het inschijnt tegen de donkere wolken van Jona's bittere aanranding van God en zijn liefde. En die is hier het evangelisch fluitspel, dat het bittere geklaag van de onbarmhartige Godsman luid overstemt. Nu ziet u met een enkele oogopslag wel dat Gods hartstochtelijke verdediging van zichzelf en zijn liefde in drieën verloopt. God begint met de wrevelige profeet te doen delen in de langmoedigheid die hem zozeer tegenstaat. En God roept hem tot ernstige zielsbezinning of zelfbezinning met de dringende vraag: Jona, is uw toorn billijk? Als deze eerste poging faalt omdat het al te erg stormt in Jona's onrustige ziel, laat God in dezelfde nacht een struikgewas opgroeien tot zo'n hoogte dat Jona in zijn primitieve woonplaats schaduw biedt tegen de geweldige hitte. En God doet dat, zoals er letterlijk staat, ten einde Jona van zijn ontstemming te verlossen. En nu gelukt dat wel een ogenblik, want Jona verblijdt zich bovenmate in de wonderboom en zo worden zijn gedachten even afgeleid. Maar als de volgende dag, nacht, de boom door een worm gebeten weer verdort tegen de grond ligt en de zon nog heter begint te branden, maakt de aanvankelijke ontstemming weer plaats voor de vroegere wrevel. Zo erg dat Jona liever sterven wil en zo te moeten blijven leven. En dan volgt de derde fase van Gods verdediging van zichzelf en zijn liefde bij Jona met dat vlijmscherpe, hartstochtelijke woord: Jona, u gaat het ter harte van de wonderboom, waar ge geen arbeid ten koste hebt gelegd en die gij niet hebt gekweekt, die in één nacht ontstaan en in één nacht vergaan is. En mij zou het dan niet ter harte gaan van Nineveh, de grote stad waaraan meer dan 120.000 mensen zijn die hun rechterhand niet van hun linkerhand kunnen onderscheiden, en vee in menigte? Als je dit verloop van Gods verdediging van zichzelf en zijn liefde nauwlettend gadeslaat, dan kan het niet anders of je merkt daarin voortgang op. En luister je goed, dan hoort je in dat breed slotakkoord op God en zijn barmhartigheid heilige hartstocht hijgen. Immers, eerst is er nog geen harde bestraffing die Jona ongetwijfeld verdiend had, maar alleen een vraag van liefdevolle wijsheid die hem tot nadenken brengen wil over zijn zondige gemoedsstemming. Dan is er in dat gebeuren met de wonderboom een pedagogisch afleiden van Jona's gedachten dat in de mensenwereld zo dikwijls onrustige zielen tot bedaren brengt, zodat ze de dingen weer in het rechte licht weten te zien. Maar helpt ook dat niet
bij deze stugge mensenziel, dan maakt God er een eind aan. Dan duldt God niet langer dat zondige aanranden van zijn grootste roem. Deze bij ogenblikkelijke kinderachtige dienaar met een straffe middelen aan. Dan pakt God dat onvernuftig beest in deze profeet bij de horens. Dan plaatst God zich een ogenblik op grote afstand van dit dwaze mensenkind. Dan stelt God zich tegenover Jona hoger dan menselijk, hoger op dan menselijk plan. Dan striemt God de fariseer in Jona's ziel af. Dan vlijmt uit de hoogte van Gods heiligdommen op de wrevelige godsgezant dit heilig hartstochtelijk gedachtenis aangaande Gods eindeloze barmhartigheid neer, waarin Jona stil wordt. En zo staat God met zijn liefde op dit smartelijk gedenk dat hier gaande is buiten Nineveh's muur, schitterend verdedigd. Broeders en zusters, daar zijn altijd geweest, die hebben het slot van dit Bijbelboek een heel erg vreemd slot gevonden. Vooral waar dit boek eindigt met ook aangaande het stomme vee Gods barmhartigheid te betuigen. Nu is het ongetwijfeld op het eerste gezicht een eigenaardig slot. Maar als ge u de stand der dingen indenkt, zoals die getekend werd, dan is het dat helemaal niet. Want er is in dit profetisch historisch boek in zijn geheel en bijzonder in de laatste hoofdstuk een gedenk gaande tussen God en zijn profeet. En het is daarbij eigenlijk niet vanzelfsprekend dat God in dat gedenk het laatste woord heeft. Wie dacht dat het hier over Jona allereerst ging, die zou na dit hartstochtelijk getuigenis Gods misschien nog iets aangaande Jona verwacht hebben. Bijvoorbeeld dat Jona God tenslotte gelijk gaf, zijn schuld beleed, in zich bekeerde of iets dergelijks. Maar wie ziet dat het hier niet gaat over Jona, doch over God, en dat het hier gaat over Gods grootste roem, die verwacht na dit heilig hartstochtelijk getuigenis dat God zelf op zijn verdwaasde dienaar neerstriemt. Niets meer. Voor die is het op het eerste gezicht wat vreemde slot, tenslotte een enig mogelijke. Het enig mogelijke. Want God heeft in de gedingen met zijn mensenkinderen altijd het laatste woord. Ach, eenmaal ook, als God de historie der wereld afbreekt en in de vreselijke dag van het grote gericht voor eeuwig de mond snoert aan al wie onheilig zijn eer en zijn roem dorst aan te randen. En Jona en wij allen, als wij naar de hemel gaan, is dat ontzaglijke moment, dan gaan wij dat alleen, omdat God is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Vergeet intussen niet dat God in het hartstochtelijk slotakkoord een machtig lied zingt op zijn liefde, die Jona wel in het gedenk stelt, maar die de kern is van heel de geschiedenis van het eigenaardige boek.
God laat daarbij niet na het onderscheid aan te tonen dat er is in het toornen van het menselijk hart, zelfs als Gods eer op het oog heeft en het toornen van hem, de Almachtige. Ach, gij kunt wel ijveren voor God en toornen tegen het boze, maar gij verliest uzelf zo spoedig in die toorn. Gij hebt niets te zeggen dan zo en niet anders. God ijvert voor zijn eer en toornt tegen de boze, maar laat in zijn ijver een weg open ter behoudenis. God kan zeggen, zo en toch niet anders. Gij springt in de bres voor het heilige Gods, zonder verschonende genade. Dan kunt ge zo onmenselijk hardvochtig zijn. God springt hoger en machtiger in de bres voor zijn eigen heiligheid. Maar dat gaat gelijk op met de ontsluiting van zijn eeuwige ontfermingen. Want Gods gedachten zijn niet uw lieder gedachten, en uw wegen zijn niet Gods wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen zijn niet. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan de uwe. En mijn gedachten aan uw lieder gedachten. En daarom kan een profeet Gods in de zondige mensenwereld zo dringend staan te roepen: O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieder geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En dan verstaat u daaruit dat gij allen die God vreest, wie God is, dit is God. God draagt een heiligheid voor elke zondaar, ongenaakbaar en vertierend. God openbaart tegelijk een zondaarsliefde, die de dood en de vloek der zondaren verslindt tot overwinning en zegen. En dit is God. God schept werelden door het woord van zijn mond, waarvan gij duizelt. Tegelijk telt God de haren van uw hoofd, en er ontkomt aan zijn zorgend oog geen musje dat onbeschermd daarheen vliegt. En dit is God. God zegt dan vernielende donder van zijn oordeel een goddeloze Nineveh aan binnen 40 dagen. Maar tegelijk vestigt God een boetend Nineveh zijn mededogend oog op die 600.000 mensen daar, boven wier hoofd zijn onweerswolken samenpakken. En niet het minst wordt God barmhartig bewogen met kleine kindertjes die, stil geworden van hun spel, niet begrijpend opzien tot vaders en moeders boeten. Ja, zelfs hoort God met meelijdend oor het hongerig blaten van het onder mensen zonde vastende vee. En dan mogen Jona in stugge hartvochtigheid als Joods ijveraar voor God aan Nineveh Gods barmhartigheid misgunnen? Heidense stad vol goddeloosheid als Nineveh is? God vestigt Jona's oog in profetisch vooruitgewagen op de bronnen van zijn barmhartige liefde, die een eindeloze, onuitputtelijke voortbrengingskracht hebben. Zo eindeloze, onuitputtelijke voortbrengingskracht, dat ze straks niet alleen Israël, maar boven Israël uit, ook de heidenwereld, ja, alle geslachten en talen en volken en naties der aarde zullen overstromen. Overstromen met die grootste allerbarmhartigheden die God in de volheid des tijds in Bethlehem en op Golgotha openbaren zal. Die ongeëvenaarde barmhartigheid dat God zijn enige geboren zoon geven zal
opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, eenmaal breekt het water van Gods verbondsrivier uit zijn Israëlitische bedding uit. Het water van Gods verbondsrivier. Dan overstroomt het heel Gods wereld. En zo wordt het feest in Gods huis om de levenwording der verloren zonen. Ja, waarlijk, de zee van Gods liefde is peilloos en wijd. Dat zegt het boek Jona u, in klare taal. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid over Israël, over de volken der aarde, over het kleine kind, zelfs over het stomme vee. Dat zingt Jona's boek in machtige melodie voor u. In het hartstochtelijk getuigenis aan het eind, waarin God zichzelf en zijn liefde schitterend verdedigt, is van heel dit liefdelied een juichend slotakkoord. En daarom is dit op het eerste gezicht wat vreemde slot van een Bijbelboek, tenslotte niet alleen het enig mogelijke slot, maar ook het heerlijkste dat u denken kunt. Hier ligt het Nieuwe Testament als een fonkelende juweel in het Oude Testamentische etui gevat. En dit knopwoord van het Oude Testament bloeit straks het Nieuwe Testament uit tot een bloesemende bloem van schone kleurenpracht. Christus wordt in dit Oude Testamentische boek niet eenmaal met name genoemd. Maar nochtans is dit boek vol van de Christus, van wien het Nieuwe Testament u zo onomwonden de heerlijkheid toont. En bijzonder dit slotakkoord spelt zijn heilige naam, want Christus vergaat onder het recht van het oordeel Gods, feller en vreselijker dan Jona, en het de Ninevieten ooit toewensen kon. Boven hem gaat Gods zon onder in zwarte onweerswolken. Op hem flitsen de schichten van Gods toornvuur brandend neer. Zijn angstige roep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Vermengt zich met het rollend rommelen van Gods donder. Maar zo is hij degene om wien God wil, om wiens wil Gods barmhartigheden er kunnen zijn. En zo hij is degene om wien Gods barmhartigheden een diepte en een lengte en een hoogte kunnen hebben als het slotakkoord van Jona's boek uit Gods eigen mond u vermoeden doet. En zo is Christus drager en uitdeler van Gods barmhartigheid en liefde, heerlijker dan zondaren ooit bevatten kunnen. En in hem is God welwaarlijk, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Daarom zei aan het eind die Christus Jona's tegenbeeld, u voorgehouden als de redder aller zielen. Als de redder uw zielen. Zonder hem. O, besef dat wel. Komt ge voor eeuwig om. Onder het recht en het oordeel Gods. Die de voor zijn aangezicht opgeklommen boosheid niet gedoogt. Ook bij u niet. Met hem deelt u. Zo u berouwvolle zondaar bent, in de slotvloed van Gods barmhartigheden, die krachtend zijn lijden en sterven zondaar ter betoning gezonken zijn. Ook aan u, bent u hem deelachtig, dan staat u met hem uit het graf der zonde op, gelijk Jona's leven gered is geweest uit het ingewand van de vis. En voert hij u dan eenmaal Gods heiligdom binnen, waar ge
kennen zult, gelijk gij gekend bent, dan is het onvernuftig beest in u gestorven. Dan hebt ge alle stugge hardvochtigheid afgelegd. Dan is de fariseer in u geheel gestorven. Dan drijft ge God niet meer in de stegen en sloppen van uw eigen zondige bedenking. Dan wandelt ge met God op de ruime pleinen van zijn eindeloze barmhartigheid. Barmhartigheden. En dan vervult maar één jubel uw geheiligd leven. Deze jubel. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen. Hoe dierbaar, o God, is uw goede tierenheid. Zie dan zo, broeders en zusters, met welke God gij te doen hebt. Leer het ook uit dit deel van Gods woord, dat niet liegen kan, blinkend verstaan. Bedroef die God niet met uw bittere zonde. Zeg nooit, ach Heere, gij maakt er maar wat van. Doch leer van God liever zijn wijze wegen. En schuil met al uw levensnood bij de Allerhoogste, die zich zo diep tot u neerbuigt, dat hij met u voert het gedenk aangaande zijn heilige deugden. Als gij die in zondige kortzichtigheid aanrandt, laat God ook in uw leven het laatste woord. O, dan heb ge wat aan God. Dan lest God uw dorst. Dan verzadigt God uw honger. Dan eet ge het goede. Dan verlustigt uw ziel zich in vettigheid. Dan vergeeft God u menigvuldig. Dan zult ge in blijdschap eruit trekken. Dan zult ge met vrede voortgeleid worden. De bergen zullen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. Alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal in uw leven een dennenboom opgaan. Voor een distel een myrteboom opgaan. En zo zal uw gang aan de hand Gods de Heere wezen, tot een naam, tot een eeuwig teken, die niet uitgeroeid zal worden. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere, zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. Psalm 103, vers 4.